komt. Doet het dan maar zo. Klaas. Met de linker. In de 16 droppen. Aan de tweede paal. De kopbal is daar van de man die nog eens in de basis mag starten. En zijn belang hier nog eens onderstreept op dit soort momenten. Stelvio Cruz. Met zijn zevende van de competitie. De ex-speler van Braga. Het is hij of Klaas meestal. Nu samen. En dit doet hij gewoon heel goed. De détente overhoeks. Klaas ertussen. Combineert met La Poussin. Diepte gezocht. Soumaré. Soumaré, is dat dan een overtreding? Dat is het. En wat doet Bos dan? Die legt hem net buiten, denk ik. Is dat de rode kaart? Ah, die valt op de grond. Het wordt de rode. Jawel. Voor die noodingreep om Soumaré de score te beletten. Cruz of Tuchel. Tuchel. Op de lat. Wat een pegel. Van Dave Tuchel. Buffoni met schrik vrij. Te zoeken, maar niet vinden. La Poussin jaagt hem in één keer terug. De Witte. Couturier pikt op. Nu zijn ze met veel. Dan is Ribeiro Costa. Klaas gaat buitenom. Hier is de ruimte voor Tuchel. Maakt hij het af? Dave Tuchel. Nee! Op de paal. En dan in tweede instantie de man die net erin gekomen is. Maakt het helemaal af. Dan is het 0-2. En dan gaan de boeken dicht voor een dapper strijdend Lokeren. Het moet gezegd. In moeilijke omstandigheden heel lang er toch nog een wedstrijd van kunnen maken. Dan lijkt dit de doodsteek te gaan worden. Lucas Ribeiro Costa met een hele belangrijke goal. Lawal. Die blijft gaan. Lawal. Beridze. Aanname. Twee mensen er meteen op. Ingesloten daar. Ja, dat wordt een tweede gele en een rode. Voor Beridze. In één keer rood. En een paar van die foutjes waarmee hij er in zat te vlichten. En nu met Leconte op de ergernis bij Beridze.